dit is wat ik allemaal heb gegeten tijdens mijn Valencia-tripje. We vlogen op de zondag en we begonnen de dag met een ontbijtje om 5:15 ochtends. Ik had een white mocha gehaald bij Starbucks en ik had een tonijnbroodje. Niet ideaal voor in de ochtend, maar het was wel heel erg lekker. In het vliegtuig had ik nog een snackje, want ik had een blueberry muffin bij de Starbucks gehaald. En eenmaal aangekomen in Valencia hadden we Taco Bell als lunch. Niet heel erg culinair, maar wel enorm lekker. Later op de middag hadden we ook nog een snack. We namen patatas bravas en ook nog een drankje erbij. En in de avond gingen we bij dit tentje eten en ik had zeepaars. En na het diner sloten we de avond af met een warme chocolademelk. De volgende ochtend gingen we ontbijten bij een super schattig tentje. Het interieur was heel erg leuk en de menukaart zag er ook heel erg goed uit. Ik had een cappuccino en een pannenkoekje. Voor lunch hadden we ervoor gekozen om lekker naar de McDonald's te gaan. Ik had potato wedges, mini nuggets en een burger. In de middag zaten we nog lekker op het terras en had ik genoten van een heerlijke cocktail. En na het terrasje gingen we nog langs een koekjeszaak en hadden we een koekje gehaald. Omdat we toch lekker aan de wandel waren, had ik ook nog zin om een to-go'tje te halen. Dus ik haalde een matcha latte voor onderweg. En in de avond gingen we uit eten bij Hard Rock Café en ik had fajita wraps. Na het avondeten besloten we nog even langs de Starbucks te gaan om een toetje te halen en ik had een chai tea latte. En dan zijn we alweer aangekomen bij de volgende dag. We begonnen de ochtend weer met een uitgebreid ontbijtje, dit keer bij een ander tentje. Ik had een iced latte en banana pancakes, pancakes met banaan erop. Het was super lekker en een hele goede hoeveelheid voor in de ochtend. Rond 12 uur waren we op het strand en besloten we een drankje te nemen. Ik had een mocktail, hij was best wel aan de zoete kant, maar aan de andere kant was hij ook wel lekker fris. Voor lunch gingen we naar een ander tentje en dit tentje was geïnspireerd op The Lion King. Echt super leuk en hier had ik een club sandwich met wat frietjes. En later op de middag had ik nog een kleine snack, namelijk mini buenos. En toen was het alweer tijd voor het avondeten. We gingen naar een bekend tentje genaamd Voltoretta of Voltoretta. We hadden een mocktail. Dit was mijn voorafje brioche met steak tartare. En als hoofdgerecht had ik katsu curry. Een toetje kon natuurlijk ook niet ontbreken. Het was een heerlijk taartje. En toen was het alweer tijd voor de volgende en de laatste dag. De ochtend begonnen we natuurlijk weer met een uitgebreid ontbijtje. Ik had weer een iced latte en French toast met fruit. En dit smaakte heel erg goed. Lekker fris en ook heel erg vullend. Dus ik kon er weer tegenaan. We gingen ook nog even langs een marktje en daar had ik een snackje gehaald, namelijk gedroogde mango. Dit is echt een grote favoriet van mij. Het smaakt onwijs goed en ik had nog meer zin in een snack. Dus we besloten een ijsje te halen en ik had tiramisu ijs. Voor lunch gingen we naar dit tentje. Het deed me een beetje denken aan Joe and the Juice. En hier hadden we een sandwich met mozzarella en avocado. En daarnaast had ik ook nog even een smoothie erbij genomen. Valencia heeft zoveel leuke tentjes, dus we konden het niet laten om nog een snack te halen. En in de avond aten we op de airport, want we vlogen weer terug naar huis. We hadden Burger King en daarna had ik nog een toetje, een mini donut en een iced latte. En dit is in het kort wat ik allemaal heb gegeten tijdens mijn tripje in Valencia.